Mijn naam is Stijn de Vries en ik ben de CEO van Karin Containers sinds 1 januari. Ik ben trots op het bedrijf. Elke keer als ik een Karin Container overal, waar ook ter wereld, zie rijden, dan krijg ik een beetje kippenvel. De werkzaamheden van Karu zijn dat wij wereldwijd containers inkopen en verkopen. Dat is van Shanghai tot New York en van Rotterdam tot Buenos Aires. Daarnaast willen we als Karu echt een rol spelen in een industrie die aan zich best vervuilend is. Maar wij geloven dat wij met onze handel een plek daarin kunnen nemen die uiteindelijk de lege containers zoveel mogelijk weet te beperken. Onze visie is no empty container en dat begint allemaal bij het feit dat er 52 miljoen containers wereldwijd zijn, waarvan 1/3 van die containers op een moment leeg wordt vervoerd van A naar B. Dus als die bijvoorbeeld in Salt Lake City is, dan zou die gemiddeld genomen op een trein worden gezet, leeg op een boot, terug naar Shanghai en daar weer vol worden gestopt met spullen. Maar die container kan ook heel veel waarde toevoegen in Salt Lake City. De drie grote beurzen in Amerika en Europa en Sao Paulo. Daar laten we ook verschillende collega's elkaar ontmoeten. We hebben wekelijks contact met een aantal kantoren wereldwijd. En we zijn ook bezig om mensen ook echt als expat, impat voor een langere periode overzees te laten werken. Dus op die manier proberen we ook echt wat meer uitwisseling te hebben, want we zijn tenslotte een wereldwijd bedrijf, dus dan is het ook leuk om daar gebruik van te maken. Het is een leuke, dynamische, wereldwijde club waar gewoon heel veel leuke dingen te doen zijn.